Hey, moet iemand even tegen die vent zeggen dat hij weg moet gaan? Dit is een camera geile ridder. Leuke dag, leuk festival. Wat krijg je als je de Archeon Midwinterfair midden in de zomer doet? Wat als de Midwinterfair midden in de zomer was, is? De vrijlate Midwinterfair. Of juist de vervroegde Midwinterfair. Of de, stel je eens voor dat het 20 graden warmer is, fair, midwinter. Misschien wel de bijzonder eigenaardige geplande Midwinterfair. De niet in de winter Midwinterfair. De Archeon Midzomerfair. Bij de Lowland Baddies. Kunnen jullie jezelf even voorstellen voor mij? Nou, wij zijn dus de Lowland Baddies. Jullie hebben een cd uit. Ik hoorde dat de volgende eraan zit te komen. Ja, dat klopt. We hebben was het 2006? Volgens mij, ja, is alweer bijna 3 jaar geleden. We hebben een cd uitgebracht. En het duurde nogal even voordat we aan de tweede zijn begonnen. Maar die is inmiddels al bijna half af. Waarom duurt het zo lang? Dat is misschien meer onze eigen luiheid. Laksheid. Wat is nou de typische Lowland Paddy stijl? Ja, dat moet je aan hem vragen. Aan mij? Ja, ik denk aan Dennis. Ja. Oh, oké. Okay. Nou ja, lekker vlot en meer stemmig inderdaad. Een hoop lol inderdaad. Ja, we moeten het allemaal... Powerful, ja. Ja, inderdaad. Er zit een beetje vaart en een beetje beat achter. Ja, inderdaad. En toch traditioneel. Dus traditioneel materiaal, alleen dan iets hedendaagse. Als je maar lol hebt, toch? Het leven bestaat uit een hoop onzin, eten en muziek maken. En slaap af en toe. Ja, af en toe. Niet te veel. Als je vroeger een valk had gestolen en ze kwamen erachter, dan werd je natuurlijk meegenomen. En die valk ook. De valk die werd dan op een weegschaal gezet. En het gewicht van de valk, waarbij de dief aan vlees uit zijn borst gesneden en aan de valk te eten gegeven. Oei. Het was niet best, want deze dame weet ruim 1,5 kilo. Maar wat mooier is dat er een spreekwoord is dat we wel eens gebruiken, wat gebaseerd is op die straf. Het kostte je namelijk een rib uit je lijf. En in dit geval dus wel een paar ribben uit je lijf. Maar het geeft me aan hoe belangrijk die valk was in die tijd. Ik ben Marijke de Keizer. Ik ben Ben de Keizer. Dit is Joep. En Joep is een Bengaalse oe. En hij is geboren in december van 2008. Dus eigenlijk heel erg jong. Vandaar dat hij ook nog niet zo goed oe kan zeggen. Hij krijst alleen maar een beetje in de rond. Want hij is dus hartstikke jong. Maar wel helemaal uitgegroeid. Een boerderij met roofvogels. Ja, dat klopt. Een roofvogelboerderij. En dit is één van de roofvogels. En zo hebben we er nog veel meer, want we hebben ongeveer 75 roofvogels op onze boerderij. En die trainen wij allemaal en die gebruiken we voor shows en voor workshops en eigenlijk allerlei activiteiten met roofvogels. Kun je van een vogel nou ook merken of die je aardig vindt? Ik bedoel,
ja, tuurlijk, hij krabt je ogen niet uit. Maar doet hij dan ook, geeft hij kopjes of zo? Of uit die zijn genegenheid op een of andere manier? Nee, totaal niet. Maar een roofvogel kent ook helemaal geen genegenheid. Soms zijn we nogal geneigd. Nee, dat geeft helemaal niet, want dat is ook wel wat veel gebeurt. We zijn nogal geneigd om allerlei menselijke eigenschappen toe te dichten aan het dier die helemaal niet heeft. En roofvogels zijn gewoon eigenlijk wilde dieren, ondanks in gevangenschap geboren. Zijn dus ook niet tam geworden. Je kunt ze niet aaien. Nou ja, je kunt er wel aanzitten, maar de roofvogel ervaart dat niet als prettig of leuk. Hij weet namelijk helemaal niet wat je ermee bedoelt. Want ook in de natuur zijn roofvogels niet echt sociaal te noemen. Ze leven vaak alleen. Maar ja, ze zijn ook vooral, en dat is het eigenlijk, ze zijn niet gedomesticeerd zoals een hond of kat dat is. Dus de vogel komt niet naar ons omdat wij er staan. De vogel komt naar ons toe omdat hij getraind is, omdat hij op de handschoen natuurlijk uiteindelijk eten krijgt. Dus ja, wat dat betreft heeft de roofvogel niet zo heel veel interesses. Voedsel en voorplanting, maar daarna houdt het een beetje op. Ja, roofvogels, ja. De meeste is van het luchtruim, dat zegt het al de naam. Dat zijn echt, ja, vogels waar je gewoon ja, respect voor moet hebben. En het is gewoon waanzinnig om mee te werken. Nou Joep, heb jij nog wat te zeggen? Game Masters. Op de Archeon Midwinterfair hadden de monnik van het klooster een snoeiharde metalband geregeld, Alexorian. En nu op de Midsomerfair hebben ze de band Vulderock geregeld. Nou, wat zij spelen, ik weet het niet. Wat voor muziek maken jullie eigenlijk? Dat is een goede vraag. Nou, ja, het klinkt eigenlijk een beetje zoals de naam eigenlijk. Zit hem eigenlijk in de naam, Vulderock. Het gevoel dat je nergens thuis hoort. Het gevoel dat je rusteloos over deze aarde zwerft. Als een... ja, als een verstekeling. Voornamelijk halen we heel veel inspiratie uit het volksmuziek, nou, ik in ieder geval. En wat je daar ziet is dat er heel veel aandacht is voor mystiek. Dus daardoor heeft het ook een zekere religiositeit in zich. Dat is echt waar de populaire muziek van vandaag echt een gebrek aan heeft. Dus een achterliggende mystiek waar je op voort kan bouwen. Waarbij de band de lijnen tekent, maar de luisteraar zeg maar, de rest mag invullen, precies. Ja, dit is ook wat slecht nieuws, want Baron P, toch ook wel een beetje de koning van de viool, die gaat de band verlaten. En mijn vraag aan jullie is eigenlijk van, hoe gaan jullie verder? Nou, ten eerste wil ik natuurlijk zeggen dat het absoluut vreselijk is. Echt absoluut vreselijk dat hij weggaat, want sinds hij erbij is, zijn we pas eigenlijk een beetje, ik zal even dit gebaar maken naar de camera, bij elkaar gekomen. we zullen hem heel erg missen. Maar ja, ik denk dat we zeker wel door kunnen gaan, alleen iets andere richting op. Waar wil je naartoe uiteindelijk in het leven met de band? Nou, ik denk dat wij zijn echt een organisch proces, ben ik bang. Dus ja, ik denk het gebeurt wel, we zien wel. Het is niet echt een doel. Zeg maar, er is wel een soort van richting, maar hoe het gaat eindigen. Het is net alsof je zeg maar een grote bak hebt met melk. En als je het te lang laat staan, dan begint het langzaam kaas te worden. Maar het kan van alles misgaan en het kan van alles gebeuren. Het kan grote kaas worden, kleine kaas worden. Wij worden brie. Ja, wij worden, ja.
En het lijkt erop dat we een soort van brie worden. Maar hoe het precies gaat gebeuren, het is nog... Ja, maar hoe het precies gaat gebeuren... Het is een beetje bitter, is echt lekker. Het hangt ook een beetje van de temperatuur af. Ja, precies. Ja, je weet ook geen commandeer. Dat was de niet in de winter midwinterfair. Nee, de Archeon met zomerfair. Oh ja, de Archeon met zomerfair. Hey, maar waar is Erik eigenlijk? Erik! Hey. Erik! Erik!